Hallo allemaal, wat fijn dat je hier naar kijkt. Een filmpje over het reactiemechanisme van additiereacties via radicaal mechanisme en ionair mechanisme. Eerst even kijken wat een additiereactie ook weer was. Eenvoudigste soorten additiereacties zijn reacties waarbij een C-dubbel gebonden C-binding verdwijnt. Een dubbele binding klapt open en dan krijgen we een enkele C-binding. En daarbij ontstaat uit twee stoffen één stof. Je hebt natuurlijk ook wel additiereacties waar bijvoorbeeld een driedubbele binding aan het begin is. Even een voorbeeldje, but-1-1, stof hier, kan bijvoorbeeld reageren met waterstofbromine. Deze dubbele binding verdwijnt en aan deze twee C'tjes komt een H en een brom te zitten. Dat kan op twee manieren. De H links en de brom rechts, hier getekend, krijgen we 2-brom-butaan. Of omgekeerd, de brom links en de H rechts, dan krijgen we dus 1-brom-butaan. Dat zien we niet terug als je hem in molecuulformules opschrijft. C4H8 plus HBr wordt C4H9Br. De molecuulformule van deze twee isomeren. Je ziet hier wel waarom het een additiereactie heet. Want de molecuulformule van het reactieproduct is de optelsom van de molecuulformules van de beginstof. En additie is optellen. Nou, we gaan even kijken hoe dit in detail werkt. Even aan de hand als eerste van de reactie tussen propeen en chloor. We zouden ons kunnen voorstellen dat het als volgt gebeurt. Waarbij in eerste stap een chloormolecuul, CO2, uit elkaar valt in 2 chlooratomen. Dit noemen we een chloorradicaal. Je ziet hier een dikke stip staan, het kenmerk van een radicaal. Dit is eigenlijk een ongepaard elektron. Je kunt je voorstellen dat de binding tussen die 2 chlooratomen in CO2 wordt verbroken. En dan krijgen beide chloordeeltjes 1 zo'n elektron. En dat elektron heeft dus geen partner meer vanuit die ongepaard is. Deze chloor, als je een Lewis-Lewis-tekening, zou nog wel 3 vrije elektronenparen om zich heen hebben. 7 elektronen om zich heen, heeft ook 7 valentie-elektronen. Dus hij heeft geen lading, maar hij wil wel heel snel reageren, want de elektrons op de partner. Kan ik bijvoorbeeld doen door te reageren met een propeenmolecuul. En wat er dan kan gebeuren, is dat dit ongepaarde elektron, samen met 1 van die elektronen uit deze dubbele binding, een nieuwe binding vormt. De binding die we hier zitten. Dan krijg je gewoon een atoombinding tussen chloor en die C. Het andere elektron uit de dubbele binding, die komt op dit C-atoom te zitten. En die zien we hier terug aan een dikke stip op het tweede C-atoom. We krijgen dus ook een nieuw radicaal. Nou, dat radicaal kan weer doorreageren, bijvoorbeeld met een chloormolecuul, waarbij dit ongepaarde elektron samen met 1 van die elektronen uit de binding tussen die 2 chloratomen in CO2 een nieuwe binding vormt. En dan krijgen we hier een nieuwe binding. En een chloor aan het C-atoom. Andere chlooratoom uit dat CO2 houdt er nog 1 elektron uit de binding over. En we krijgen dus ook een nieuw chloorradicaal. En zo kan dat de hele tijd doorgaan. Het totale resultaat staat hieronder. CO2 en propeen worden 1,2-dichloorpropaan. Nou, dit heet dus een radicaal mechanisme. Ik heb het woord radicaal een paar keer gebruikt. Omdat je in de tussenstappen radicalen ziet, deeltjes met zo'n dikke stip, een ongepaard elektron. Nou, de verschillende stappen hebben ook namen. De eerste stap noemen we een initiatie. Dat betekent dat je uit een molecuul 2 radicalen krijgt. Het gaat niet vanzelf, dus bijvoorbeeld UV-straling of iets dergelijks voor nodig. Een extern stofje om het op gang te brengen. De tweede stap, waarbij een radicaal met een molecuul een nieuw radicaal gaat vormen, dat heet propagatie. Dus dit gaat eigenlijk gewoon door. En dat kan nog een keer doorgaan, dat heet weerpropagatie. En die propagatie kan heel vaak doorgaan. Wat er ook kan gebeuren, is dat 2 radicalen met elkaar reageren. Hier en hier. En die vormen dan een gewone atoombinding. Daar, dat noemen we een terminatie. Dus een beëindiging, de reactie stopt hier, er komen geen nieuwe radicalen meer. En het nette resultaat is ook weer dat er 1,2-dichloorpropaan ontstaat. Gaan we naar een ander voorbeeld. Andere reactie, but-1-1 en brom. En ook even een ander mechanisme. Nou, ik heb brom hier even in Lewis-structuur getekend. Hij heeft 7 elektronen hier, 3 paren en 1 uit de binding. Voldoet ook aan de octetregel, want deze binding telt dan als paar bij beide bromatomen. Wat kan er dan gebeuren? Is dat met zo'n pijltje worden die elektronenverplaatsingen, van zo'n elektronenpaar weergegeven, dat deze elektronen hier een binding gaan vormen met deze brom.
En dan moet die binding tussen die twee bromotomen moet dan verbroken worden. Dat wordt dan zo gegeven. Dus de elektronen die hier in die binding nog bij beide bromotomen horen, gaan zometeen alleen bij deze bromen horen. Nou, wat is het resultaat? We hebben hier dus een nieuwe binding met deze brom gekregen. En het rechter getekende bromatoom is een Br-ion geworden. Die heeft nu 8 elektronen om zich heen in plaats van 7, dus hij heeft een minlading. Deze C hier, die is eigenlijk die dubbele binding kwijt. Heeft nu nog maar 3 bindingen om zich heen. Die heeft ook geen vrij elektronenpaar. Die tweede binding die hier zat is gebruikt om hier die binding tussen die C en die brom te vormen. Dus die C heeft nu 3 elektronen om zich heen, terwijl we 4 in zijn buitenschil zou moeten hebben. Eentje tekort, dus een pluslading. Dat is ook wel logisch, hè? Dit zijn 2 neutrale stoffen. Als ik een bromide een negatief ion krijg, moet ook een positief ion zijn. Nou, deze twee deeltjes die kunnen goed met elkaar reageren. Ik heb natuurlijk een positief geladen ion en een negatief geladen ion. Dat wil wel samen. Nou, het negatief geladen ion wordt ook wel een nucleofiel deeltje genoemd. Een nucleofiel betekent het hout van de kern. De kern is positief geladen, want er zitten protonen in. En dit noemt dan een elektrofiel. Die houdt van elektronen, dus van negatief geladen. Nou, wat er eigenlijk gebeurt is dat die twee dus een nieuwe binding gaan vormen. En die min- en die plusladen trekken elkaar aan. En met die elektronen uit dat brom, die brom voor zichzelf had, wordt hier een nieuwe binding gevormd. Dan krijgen we dus hier die nieuwe binding. Dus beide elektronen uit de binding komen van brom, terwijl normaal 1 van het C en 1 van het brom zou komen. En dan hebben we 1, 2 dibroombutaan gekregen, wat geen lading heeft. Nou, de totale reactie is dus deze. Eigenlijk heel logisch. Je ziet de ionen dus niet terug in de totale reactie. Dat Bmn wordt eerst gevormd, maar het reageert in deze stap weer weg. Dat is het positief geladen deeltje, wordt in stap 1 gevormd en gaat in stap 2 weer weg. Dus in het netto verhaal zien we die niet terug. Dit heet dus een ionair mechanisme, omdat er ionen voorkomen in de tussenstappen. Het hele verhaal wordt ook wel 1,2 additie genoemd, steeds even los van dat mechanisme. Met 1,2 additie wordt bedoeld dat aan twee C-atomen naast elkaar de bromatomen komen te zitten. En dat is eigenlijk ook logisch, zo heb je ook ooit de additiereactie geleerd, zonder dat hele mechanisme verhaal. Ik noem het even, die 1,2 additie, omdat het ook anders kan. En dat is het volgende en laatste voorbeeld. Als ik begin met deze stof, buta-1,3-diën, dus een stof met 2 dubbele bindingen, en brom, kunnen we het volgende mechanisme krijgen. Het lijkt een beetje op net. De elektroon hieruit die binding, die gaat een nieuwe atoombinding vormen tussen die C en die brom. De twee elektronen die hier de binding tussen de bromatomen vormt, komen beide bij die rechterbrom te zitten. En het gevolg is een negatief geladen bromide-ion. Hier rechts getekend, zie je hier nu terug. En dit ding verandert in een positief geladen ion. Lijkt heel erg op net. Een nieuwe binding met een C en een brom. En deze C, die heeft dus een pluslading. Die heeft nu maar 3 in plaats van 4 elektronen om zich heen. Omdat de elektronen uit deze dubbele binding gebruikt om dit nieuwe bindingje te vormen. Hier een min en een plus. Wat is nou het verschil met net? Het lijkt heel erg op net. Alleen hier staat nu een dubbele binding. En daar ook, terwijl het net een enkele was. Dat zit hem in deze stap. Als ik dit deeltje heb, kan ik het volgende krijgen. De elektronen uit deze dubbele bindingen kunnen hier een nieuwe dubbele binding gaan vormen. Die gaan daar naartoe. Komt ook een beetje, want ze worden aangetrokken door die pluslading. Daar. Dan krijg ik hier een nieuwe dubbele binding. En dat betekent dat het C-atoom hier weer gewoon 4 bindingen om zich heen heeft. Dus 4 elektronen en ook geen lading meer heeft. Het C-atoom aan de rechterkant krijgt nu wel een lading. Want die elektronen hier uit die dubbele binding, die verdwijnen. Dus deze heeft nu nog maar 3 elektronen om zich heen, in plaats van 4. Dus de pluslading komt daar te zitten. Eigenlijk verhuist de pluslading dus van het C-atoom nummer 2 naar C-atoom nummer 4, vanaf de bron geteld. Nou, dat positief geladen deeltje, wat hier nu rechts staat, en hier links, kan natuurlijk ook met een Br-ion deeltje reageren. Hetzelfde idee als net. Die elektronen uit dat Br-ion vormen een binding met die positief geladen C. En het resultaat is deze stof. Nou, wat we hier dus hebben gekregen is een nieuwe dubbele binding. De plek waar die eerst niet zat. En we hadden aan het begin tussen de eerste twee en de laatste twee een dubbele binding. En die zit hier in het midden.
Nou, dit noemen we ook wel in vier additie, omdat de bromatomen aan de eerste en de vierde C komen. En er komt dan een nieuwe dubbele binding tussen die twee C-atomen. Nou, dit verhaal hadden we niet kunnen voorspellen zonder het mechanisme. Dus niet logisch volgens de theorie van de vierde klas. Ik hoop dat het wel een beetje logisch voor je is. In een volgend filmpje ga ik het aan een aantal substitutiereacties nog eens uitleggen hoe dat met het mechanisme zit. Weer een onderwerp waar je gewoon veel mee moet oefenen. Succes en plezier erbij!